Goedendag. Ja, de nieuwe week is weer begonnen en we hebben een interessante weerweek op het programma. Lage drukgebieden gaan ons weerbeeld bepalen en dat betekent ook veel onzekerheid in de weersverwachting, maar ook wel weer heel erg interessant te noemen. Gisteren trokken er nog enkele winterse buien over het land, leverden ook wel mooie plaatjes op, af en toe ook wel met wat hagel. En morgen, ja, dan gaan we toch misschien op iets grotere schaal wat winterse neerslag zien in de vorm van natte sneeuw. Maar of we ook echt een sneeuwdek kunnen gaan verwachten, dat is toch maar de vraag. Daar ga ik je in dit weerbericht veel meer over vertellen. Nou, eerst dan even de algemene situatie van nu, de luchtdrukverdeling. Laagdruk bevindt zich ten noordoosten van ons, hoge druk juist ten zuiden. Met bij ons een noordwestelijke aanvoer. Vrij koude lucht dus, met soms ook buien die nog worden aangevoerd vandaag. En dan het lage drukgebied ten westen van Ierland. Dat komt dus onze kant op, trekt met de kern recht over Nederland heen, met ten noordoosten daarvan koude lucht. Dan kan de neerslag dus even tijdelijk overgaan in natte sneeuw. Misschien gebeurt dat ook nog wel in het noordoosten van Noord-Brabant en Limburg. Daarna krijgen we te maken met een noordwestelijke aanvoer. Koude bovenlucht op zo'n 5 kilometer hoogte, misschien wel min 35. En de zee is nog zo'n 10 graden. Dat zijn grote temperatuurverschillen en dat betekent een onstabiele atmosfeer. Pittige buien die dus kunnen overtrekken met ook zware windstoten dan in het westen van het land. Zeker in de kustgebieden is dat het geval en ook in het zuidwesten. En die buien die kunnen zeker verder landinwaarts echt wel een winters karakter hebben. In de nachtelijke uren zou het mij niet verbazen als we toch in de Limburgse heuvels in die nacht van dinsdag op woensdag een klein sneeuwdekje kunnen gaan zien. Als daar net zo'n buientrein overtrekt en die buien intensief genoeg zijn. Nou, dat is dus het grootschalige plaatje. Dan gaan we toch even inzoomen. Dit is het Nederlandse harmonieweermodel. Een van de scenario's, want er zit toch nog steeds enige onzekerheid in de weersverwachting voor de komende 24 uur. Wat zeker is, is dat het op heel veel plaatsen een natte dag gaat worden morgen. Een gure dag ook. Die neerslag komt er dus in. Kan dan tijdelijk overgaan in natte sneeuw in het noordoosten van het land. Daarna komt die koudere lucht ook zuidelijker. En dan is daar ook nog sneeuwval mogelijk. Die exacte locatie is dus nog steeds heel erg moeilijk te zeggen waar die meest intensieve neerslag gaat voorkomen. Maar dat is toch even de radar in de gaten houden. Daarna komt die noordwestelijke stroming op gang met de meest intensieve buien. Waarschijnlijk in de strook over het zuiden van het land richting Limburg. Als die temperatuur dan maar ver genoeg daalt, kan dat dus lokaal wel een sneeuwdekje gaan opleveren woensdag overdag. Dus dat wordt nog wel even spannend voor de mensen daar. Elders waarschijnlijk ook wel winterse buien, misschien met wat hagel of natte sneeuw, maar daar verwacht ik dan geen sneeuwdek door die buien. Nou, dit was het Nederlandse harmonieweermodel. Dan gaan we nu naar het Duitse Icon D2 weermodel, wat we ook heel veel gebruiken hier in de weerkamer. Nou, dan zien we dat neerslaggebied uiteindelijk vanavond ook naderen vanuit het zuidwesten. Dan gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Tientallen millimeters regenwater zijn er echt wel mogelijk. En dan gaat de neerslag morgenochtend over in natte sneeuw. En misschien dat dat lokaal dus een sneeuwdekje oplevert in het noordoosten van het land. Maar die sneeuwval in het zuidoosten, die komt daar dan weer nauwelijks terug. Dus daar zit die onzekerheid echt nog wel in. Uiteindelijk komt wel in het Duitse Icon D2 weermodel ook die noordwestelijke stroming op gang met die laagste temperaturen in het zuidoosten van het land. Dus als daar dan zo'n buientrein overtrekt, dan kan dat daar wel een lokale witte wereld gaan veroorzaken. Nou, in de weersymbolen ziet dat er dan als volgt uit voor de komende tijd. Vanavond hebben we temperaturen zo tussen 3 en 6 graden. Nog een enkele bui in het noordoosten van het land. En later op de avond kan het dus in het zuidwesten van het land langzaamaan beginnen te regenen. Nou, die regen die breidt zich dan in de loop van de nacht uit over ons land. Die koudere lucht komt er langzaam in vanuit het noordoosten met daar minima rond een graad of 2. In het zuidwesten is het dan al wel een graad of 5. En die wind die begint langzaam wat in kracht toe te nemen. Komt uit een oostelijke richting, met name in de noordelijke helft van het land, matig van kracht en is mogelijk wel vrij krachtig aan zee. Nou, morgen dus die interessante weerdag wanneer die kern van het lage drukgebied recht over ons land gaat trekken. Waarschijnlijk dus ergens over Noord-Brabant met ten noorden daarvan de wat koudere lucht. Maxima daar zo tussen 3 en 6 graden, terwijl het in Limburg nog wel 10 of 11 graden kan worden. We zien in de loop van de ochtend dus die sneeuwvlokken in het noordoosten van het land. Of dat blijft liggen, het is maar de vraag. Er zit nog veel bodemwarmte. Het moet dan echt even intensief gaan doorsneeuwen, wil dat het geval zijn. Maar daarna zal het ook alweer snel gaan wegsmelten. Later op de dag, zeker dinsdagavond, verplaatst die sneeuwkans zich meer richting Noord-Brabant. Met daar dan wat sneeuwval. Daar ook exact hetzelfde verhaal. Die neerslag moet intensief genoeg zijn, anders blijft het niet liggen. Maar goed, het kan toch wel even een wintersweerbeeld gaan opleveren. En bij dat alles staat er ten eerste weinig wind. Maar uiteindelijk wordt hij nog wel matig uit de noordwestelijke richtingen. Zeker later op die dinsdag zijn dus in Zeeland nog wel zware windstoten mogelijk van meer dan 75 km per uur.
Dan de woensdag, ik benoemde het net ook al. Winterse buien hebben we mee te maken met de meest intensieve exemplaren waarschijnlijk in het zuiden van het land. Misschien ook wel lokaal met een klap onweer. In Limburg, daar zou het me dus niet verbazen als er een lokaal sneeuwdekje zich gaat vormen. Wel maar kortstondig, maar het kan toch wel even een wintersplaatje gaan opleveren. Vrij lage maxima's tussen 4 en 7 graden. En zeker door de matige tot vrij krachtige wind uit noordwestelijke richtingen voelt het echt wel een stuk kouder aan. Nou, ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog vrij koud voor de tijd van het jaar. Ook donderdag nog enkele winterse buien met dan een graad of 4. In de nachten kans op een graadje vorst, zeker verder landinwaarts. Vrijdag een graad of 5. Zaterdag wordt waarschijnlijk de overgangsdag. Een lage drukgebied komt dan dichterbij. Misschien aan de voorzijde daarvan nog wat natte sneeuw, maar daarna gewoon regen met dan nog een graad of 4. En in de nacht stijgt die temperatuur verder naar mogelijk een graad of 12 op zondag. Dus dan gaan we echt wel veel zachter weer tegemoet met dan ook nog kans op buien. En dan pak ik nog even de pluim erbij. Nou, dan zien we die stijging ook heel erg mooi terug. Eerst is het vrij koud voor de tijd van het jaar met kans op vorst. In de loop van zaterdag komt die zachte lucht er vanuit het zuiden in. Het zou me niet verbazen als we op zondag misschien wel in het zuiden naar een graad of 15 gaan. Daarna toch wel weer een iets dalende trend met toenemende kans weer op vorst. Hoge druk komt dan weer meer bij ons in de buurt. En dat zien we ook heel erg goed terug in die neerslagkansen. Eerst zijn ze vrij hoog, met dus morgen dat lage drukgebied wat passeert. Daarna die buien vanuit het noordwesten, zaterdag dat lage drukgebied. En daarna komt waarschijnlijk die hoge druk er toch weer een beetje in met lagere neerslagkansen. Interessant weer dus deze week. Hou vooral ook morgen de radar in de gaten, want er is dus nog enige onzekerheid. Lokaal is dus echt wel een winterse verrassing mogelijk de komende dagen. Maar op heel veel plaatsen zal het toch ook wel gewoon regen zijn waar we morgen mee te maken gaan krijgen. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.